die heel comfortabel op een hele mooie schommel in het cultuurhuis in Oldebroek, waar vandaag Burendag georganiseerd wordt. Talloze activiteiten. Hiernaast zit een heel mooi koor van alles te doen en wij gaan alles bekijken. Voorlopig nog niet, want ik zit hier heerlijk. Welkom allemaal, we zijn heel blij dat jullie allemaal de moeite hebben genomen om bij de opening van Tiendrong te zijn. Ik had echt niet verwacht dat er zoveel mensen zouden zijn, dus we zijn heel blij hiermee. Wat begon als een droom is nu eigenlijk een beetje werkelijkheid geworden. Samen met het bestuur, Enna, Gerda, Arianne en Gerda Hartemink, die er helaas niet bij kon zijn, zijn we heel blij dat we vanaf april, denk ik, dat we het eerste overleg hebben gehad met Bart van het Cultuurhuis. En hier en daar lijntjes uitgegooid. En nu staan we hier voor de opening, dus daar ben ik heel blij mee. Elke vrijdag kunnen we open en we hopen één keer in de maand op zaterdag open te zijn. We zijn heel blij dat de jonge lui er ook zijn. Daar gaat het om, daar doen we het voor. We doen het voor de jeugd van Oldebroek. Ondertussen hebben we wat geld gewonnen van de Vonk, daar zijn we ook heel erg blij mee. We hebben het Tienerong hebben leuk in kunnen richten. Het meest spannende is of dat bord blijft hangen. Dat hebben ze me wel verklaard. Ik moet zo meteen aan die ballonnen pakken en of dat bord dan blijft hangen, dat is eigenlijk de tactiek vanmiddag. Maar voor die tijd wil ik toch wel alle vrijwilligers en met name deze groep volgens mij heel erg bedanken voor wat zij tot stand gebracht hebben. De eerste keer dat we kennis maken was met de uitreiking van de Vonk. Toen zei ik van, nee, wat is jullie initiatief dan? En nou, we willen graag weer een opvang zijn voor jongeren, tieners. En na schooltijd, net voor het eten misschien, of onder het eten misschien ook wel. Maar ik weet niet of dat zo handig is voor jullie. Want een paar ma boos worden, dat wordt dan weer wat minder leuk. Maar het is enorm leuk aangekleed hier binnen. Alle complimenten wil ik jullie daarvoor geven. Het is echt heel geweldig leuk. En ik kom vast eens een keer kijken als het gewoon in actie is. Ik zeg dan, als vrijwilliger ga ik me nou even niet aanmelden. Ik zou niet weten wanneer ik het moet doen. Dus dat ga ik nog vandaag niet doen, maar ik ga wel het officieel onthullen. Dat gaan we dan nu doen. En als de wethouder het bord onthult, dan laten we de ballon maar op. Nou, 1, 2, 3! Heb je al een fruitspies gemaakt? Ja. Mag jij een fruitspies maken? Wat wil jij drinken? Zo heb je aan, kom eens aan. Ik sta hier naast Erna van Horensveld. Erna, wat is hier precies de bedoeling van? Wij hebben bedacht dat we samen een heel groot schilderij gaan maken met de kinderen. Zoals je ziet is het de gemeente Oldebroek. We zijn begonnen met het cultuurhuis. Ja. Dat is bijna af.
Het stukje met het tienerhonk, dat is nog open, dus dat schilderen we zo dadelijk in. Ja. En de kinderen die schilderen allemaal hun eigen huis. Dus we hopen aan het eind van de dag heel Oldebroek op de kaart te hebben. Dat het helemaal geen wit meer te zien is. Dat er geen wit meer te zien is. Dat cultuur is ja. Ook zelf geschilderd. Ja, dat heb ik geschilderd dan. Heb jij dat geschilderd? Een beetje voorwerk, ja. Voor u bij, zing gerust mee. En mocht u na afloop denken, oh, ik wil wel eens een keertje komen meezingen bij dit koor of een keer even proberen. Wij oefenen, repeteren noemen wij dat. Elke woensdagavond van 8:15 tot 9:15 hier in de Talter. Dus weet. Ik zit in het bestuur en ik zing ook mee met Vocal Match. Ja, en Vocal Match, wat is dat precies voor koor? Vocal Match is een koor voor een gemengd koor noemen wij het. Het is een koor voor mensen met en zonder beperking. En wij zingen samen en we helpen elkaar en we willen samen een goed concert neerzetten. Nou, ik heb geluisterd, het is zeer goed. Ja, mooi. Ondertussen sta ik bij twee leden van de bandgroep, moet ik zeggen. Volker Mats, bij wie sta ik? Bij Marines van der Bos. Bij Marines van der Bos en? Bij Madelon Beekhoff. Madelon Beekhoff. Madelon, hoe lang zit jij op dit koor? Een jaar. Een jaar, en wat vind je ervan? Gaaf. Gaaf. En wat voor versjes zingen jullie allemaal? Wat voor liedjes? Ja. Zoals liedjes van Jan Smit en zo. En ook liedjes van vroeger, zeg maar. Van vroeger. Maar dan moet ik meer bij die manier zijn, denk ik, hè? Die weet misschien iets meer van die liedjes van vroeger. Nee, helemaal niet. Nee, weet je helemaal niet? Ik weet er helemaal niks. Nee, helemaal niks van, maar je zingt wel mee. Ja, ik zing wel mee. Hoe lang, mag ik je zeggen? Ja. Hoe lang zit je op dit koor? 4 weken. 4 weken? Daarom kan je ze nog niet van vroeger. Je hebt een ondertiteling nodig. Ja, een ondertiteling. Maar wat vind je er zo mooi aan? Nou, met de cliënten, met zij, zo, het is zo mooi om daarmee te zingen. En je krijgt er zoveel voor terug, eigenlijk. Dat vind ik het mooiste ervan. Eigenlijk hebben jullie nog leden nodig, hè? Dus eigenlijk moeten jullie even in de camera zeggen waarom het zo leuk is. Kunnen jullie dat samen of wil je dat even apart doen? Apart, ja? Volgens mij kun je dat heel goed. Kijk maar goed in de camera en zeg, mensen, kom hierheen, allemaal naar Vocal Match, want het is zo leuk. Mensen, kom hierheen, allemaal naar Vocal Match, want het is zo leuk. En je krijgt er zoveel voor terug. Nou, duidelijker kunnen we niet zijn. Heel hartelijk bedankt allebei en wellicht tot ziens. Ja. Ja, dankjewel. Ja, goed gedaan. Oh, wat een opmerking. Oh, wat een opmerking. Het is mooi en leeg te verleiden. Het voelen van God direct te zien. Met een stukje kleine water erbij. Oh, wat een opmerking. Oh, wat een opmerking. Het is mooi en leeg. Laat ze even zien. Laat ze even zien. Hey, mooi. In het jeugdhonk. Mijn zangeres zien er ook heel mooi uit. Ze hebben ook wat mooie jurkjes aan. Ja, dat is waar. Maar hoe smink je dat?
een zangeres? Nou, zullen wij eens laten zien hoe wij een zangeres maken. Heb je nog kleur? Volgens mij heb je al kleurtjes in gedachten. Goud. En die? Ik sta hier naast Richard. Richard van de SOS, heb ik dat goed? Richard Hoeven van de SOS. En wat is jouw taak hier precies? Nou, mijn taak is, ik ben bestuurslid van de gymvereniging. En ja, goed, er is ons gevraagd of wij de vereniging een beetje wilden promoten. Ja, we zijn dringend op zoek naar nieuwe leden. Dus het ledenaantal is... dringend op zoek. Het ledenaantal is iets gezakt. En we willen graag nieuwe aanwas voor onze selectie, turnen, recreatie en dansgroepen. Ja, dus mensen die dit zien, die kunnen zich aanmelden bij je. En het is vandaag Burendag. Hebben jullie vandaag nog speciale activiteiten? Ja, ik kan het achter me zien, maar... Goed, we hebben een kleine stand. En we willen ook iets reclame maken voor het grote gymfeest wat wij organiseren. In samenwerking met de KGU. Dat is op 18 oktober, hier ook in de Talter. En dan wordt het nog groter opgezet met allerlei demonstraties. We hebben een kleine familieschommel opgebouwd en een paar toestellen. Ja. Waar de mensen zo wat op kunnen doen. Wat gaan jullie de hele dag hier doen? Ja, het is een beetje lastig. Lol maken. En ook naar de Tienerhonk? Ja, denk het wel. Denk het wel. Dit moet je echt even zeker weten van maken. En jullie zijn mooi gesminkt. Waar heb je dat laten doen? Bij Gerry Vosseman. Gerry Vosseman. Dan ga je de hele dag gewoon mee doorlopen? Ja. Jullie waren bij de opening van het Tienerhonk. Wat vonden jullie ervan? Nou, ik vond het wel leuk. Ik vond het ook wel heel leuk en dat het ook zo is bedacht. Wat vinden jullie het leukste aan de Tienerhonk? Dat je allemaal kinderen kunt ontmoeten en ja, gewoon eigenlijk alles. Ja, alle activiteiten eigenlijk die er zijn. Zijn jullie van plan om er vaak naartoe te gaan? Ja, denk het wel.